Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Find the Creator. En dit keer hebben we het over een heel ernstig onderwerp, namelijk de Bijlmer-ramp. In 92 oktober, die verschrikkelijke vrachtvliegtuig die uit de hemel kwam vallen op die twee flats in de Bijlmer. Kruidberg en Groeneveen. De reden waarom ik dit video heb opgenomen is puur om vanuit mijn hart te praten met mijn volgers. En voor degene die een klein beetje uit eigen ervaring zou willen horen wat zo'n ramp met je doet en wat het voor mij betekent en heeft gedaan. Ik was 2 jaar, bijna 3, toen ik in Nederland arriveerde. En in hetzelfde jaar, bijna hetzelfde jaar, gebeurde deze Bijlmer-ramp, dus 92. Ik ben zelf van 89. Ik was een kleine jongen. Een kleine jongen die met zijn moeder en zijn zus uit Suriname hier naar Nederland kwam. Om ons leven eigenlijk hier op te gaan bouwen. Hetzelfde jaar nog vertrok de Bijlmer-ramp zich. We noemen het nu de Bijlmer-ramp. Het is eigenlijk een verschrikkelijke ramp wat zich heeft voltrokken in Amsterdam en eigenlijk in heel Nederland. Want hier wil ik het een klein beetje over hebben. Na aanloop van eigenlijk 4 oktober dit jaar, zat ik weer na te denken over die Bijlmer-ramp en wat die Bijlmer-ramp daadwerkelijk voor impact heeft gehad op de bewoners van de Bijlmer, op mij, op mijn moeder en op mijn zus. En ik kan niet anders dat ik tot de conclusie moet komen dat die ramp, datgene wat gebeurd is, verschrikkelijk diep in mijn DNA, in mijn botten is gaan zitten. En ik weet dat ik niet de enige ben die nog steeds herbelevingen heeft van die Bijlmer-ramp. Mensen, het zit nog steeds in ons systeem, het is niet weggegaan. Sterker nog, voor heel veel mensen in Amsterdam Zuidoost zit datgene wat zich vertrokken heeft, die ramp, die trauma, die zit eigenlijk nog steeds onverwerkt in je systeem. En de reden waarom ik dit zeg is, ik zat na te denken laatst. En denk nou als je het volgende herkent. Sinds de Bijlmer-ramp, ik ga een aantal stellingen of aannames gooien. Sinds de Bijlmer-ramp is het idee van vliegen in een vliegtuig, de veiligheid daarvan niet meer hetzelfde. Sterker nog, je algemene veiligheidsgevoel in elk voertuig is niet meer hetzelfde. Ik heb serieus een angst ontwikkeld voor raar genoeg vliegen. Een soort van angst, hè. Maar in ieder geval angst voor overvliegende vliegtuigen in Zuidoost. We gaan straks daarover meer praten. Dus die angst die in ons systeem is gegaan, zit er vandaag de dag nog steeds in. Ik ben angstig. Ik ben bang dat zoiets als de Bijlmer-ramp zich nog een keer kan voordoen. Laten we hopen dat bij die tijd we heel erg geleerd hebben hoe we om kunnen gaan met tragedies zoals deze. Want natuurlijk was er geen draaiboek om na te denken, hoe ga je hiermee om voor die 40 zoveel slachtoffers die zijn gevallen. Maar eigenlijk voor die duizenden mensen die ook slachtoffer zijn geworden van dit verschrikkelijk gebeuren. Hoe ga je er eigenlijk goed mee om? Welke zorg geef je aan die? Ik kan niet in een huis zitten of ik kan niet op straat lopen zonder dat die aanwezigheid van die vliegtuig in de lucht me opvalt. En ongetwijfeld jij ook. Constant ben je bezig met het luisteren, actief of minder actief, naar het gedreun van die motoren wanneer die vliegtuig overvliegt. Waarom? Je bent in je onderbewustzijn aan het peilen. Hoe hoog vliegt die vliegtuig nou? En wanneer die voor jouw gevoel de verplaatsing van lucht en de druk op je trommelvlies een klein beetje te heftig is, dan sta je namelijk op en dan ga je kijken, wat gebeurt daar? Mensen, ja, dit is trauma.
Dit is voor als vele kinderen die heel jong waren, maar ook heel veel volwassenen die effectief of actief die Bijlmerramp hebben meegemaakt. Mensen hebben gerend voor hun leven. Mensen hebben de meest verschrikkelijke dingen voor hun leven gezien. De reden waarom ik deze video opneem is omdat ik men wil doen beseffen dat ook al zijn we zoveel jaar verder, je wellicht met een onverwerkte trauma nog steeds in je systeem zit. Die je nog steeds dag in dag uit met jezelf meebrengt. En ik ken mensen van dichtbij die ook kinderen hebben zijn kwijtgeraakt. Letterlijk gezondheidsklassen. En los van de psychologische effecten van die Bijlmerramp. Kan je nog herinneren dat er heel veel discussie was over wat daadwerkelijk in die vliegtuig aanwezig was. In die kist aanwezig was. Over eventueel schadelijke stoffen die een rol hebben gespeeld. En het vernietigen van mensen hun gezondheid. Toen die vliegtuig naar beneden kwam donderen en alles in de fik ging. Dus er zijn zoveel gezondheidsklassen, lichamelijk en psychisch, daarna nog ontstaan dat ik jullie wil doen beseffen dat dit ding is echt in heel veel mensen hun gene gegaan. Zelfs in mijn gene. Dan vlieg ik fanatiek met vliegtuigen. Want ik heb mezelf echt moeten zeggen, well, luister dan. Ik ga vrij op deze wereld willen kunnen staan waar ik wil. Dus een angst of een fobie ontwikkelen voor vliegtuigen. Gelukkig heb ik dat kunnen remmen. Ik was natuurlijk nog jong. Maar dan gaat geen vliegtuig voorbij. Wanneer ik voorbij Kraaiennest loop. Wanneer we daar lopen. En daar komt eigenlijk het tweede stukje van mijn filmpje over. Waar ik over wil praten. De Bijlmerramp zouden we eigenlijk moeten vieren. De Bijlmerramp is eigenlijk iets wat we zouden moeten vieren. Want van vandaag de dag 2020... is dat wat wij in de Bijlmer hebben meegemaakt. En how we snap back. De gemeenschap van de Bijlmer. Dik, dun, zwart of wit. Hoe wij onszelf door deze Bijlmerramp hebben gesleept. En waar we vandaag de dag nu staan. Mogen we trots over zijn of trots op zijn. Ja, we hadden verder kunnen staan wanneer we de juiste hulpmiddelen en de juiste hulp aangeboden zouden hebben gekregen. Van overheid en van de gemeente Amsterdam. Van zorginstellingen. Wanneer mensen echt hadden zijn geholpen. Maar we hebben onszelf hier doorheen gesleurd. Denk nadat Zuidoost was niet Bijlmer voor die ramp. Zuidoost was een plek met veel potentie. Ja, heel veel immigranten werden daar gedumpt. Maar Zuidoost was niet Bijlmer. Na voltrekking van de Bijlmerramp werd het een oorlog. Waar niemand meer zou worden gezien of waar wonen. Ja, we woonden er wel. We wouden niet graag. Maar we voelden ons niet thuis meer. Maar we hebben van Zuidoost weer ons thuis gemaakt. We hadden het een klein beetje wat bedreigd. Momenteel. Want belanghebbenden komen zoeken wat ze niet moeten zoeken hier in het stadsdeel. Hebben wij, bewoners van Zuidoost, wit of zwart, hebben we toch doorstaan. En hebben we langzaam Zuidoost weer ons thuis gemaakt. Hoe verschrikkelijk we als familie van de Bijlmer in 92 zijn ontregeld. En de weeën van dat, de gevolgen van dat, die hebben lang voortgeduurd. Het duurt nog steeds voort. Ik zeg, we zouden eigenlijk onze overlevingskracht, onze overlevingsvuur als mensen van Zuidoost moeten vieren wanneer we nadenken over de Bijlmerramp. Ik wil niet langer dat het een idee is of het een herinnering is wat ons ontvoert in verdriet, ontvoert in teleurstelling, ontvoert in het idee dat je door eigen gemeente en overheid in de steek bent gelaten. Nogmaals, kijk naar de klachten die ik kan herkennen in de angststoornis die ik heb ontwikkeld met betrekking tot de Bijlmerramp. Laat staan als ik nog dichter heter op letterlijk het vuur zou hebben gestaan. Wat voor impact het voor me zou moeten hebben gehad. Want het is raar en het is iets waar ik niet veel over praat of over spreek. Maar ik heb hele rare herbelevingen van het moment dat ik heb moeten rennen. Ik heb het gevoel dat ik heb moeten rennen
En ik was op een galerij en ik heb moeten rennen voor mijn leven. Het probleem is, ik heb nooit terug kunnen engineeren waar, bij wie, onder wiens verantwoordelijkheid, waar ik was op dat moment toen die bomramp op die zondag zich voltrok. Maar in mijn systeem voel ik ren. Het zou me niet verbazen als ik daadwerkelijk op dat moment met mijn moeder in een van de flats, in de Bijlmer liep. En we hoorden wat zich voltrok in Kikkerstein in Kruidberg. Ja, als ik zeg dat die trauma erin is gegaan, mensen, dit is mijn verhaal. En hier wil ik een klein beetje licht op schijnen. En ik wil je vragen om mezelf onderzoek te doen. Hoe je denkt dat die Bijlmerramp, of het een gepaste plek heeft in je systeem. En als je merkt dat het niet echt een gepaste plek heeft, want je bent ook verschrikkelijk angstig wanneer elk uur of elk half uur of elk kwartier een vliegtuig over je hoofd komt vliegen, zou ik zeggen, ga er wat mee doen. Want er zit iets in je systeem wat niet goed zit. Ik ben Finder Creator, ik maak content op het internet. Ik praat over dit soort dingen die heel erg dicht aan mijn hart staan. Wat te maken hebben met geluk en persoonlijke ontwikkeling. Maar ik maak ook mijn grapjes en mijn fatoes. Dus ik wil zeggen, vind je dit interessant? Laat zeker jouw mening achter. Het is een gesprek wat ik voer met degene die naar mijn kanaal kijken. Dus laat in de comments een opmerking achter. En laat het gesprek gaan. Voel je me? Of misschien totaal niet? Of heb je een totaal andere invalshoek? Hoe je over deze situatie denkt? Of wat heb je eigenlijk gisteren gedaan met die Bijlmerramp? Laat weten. Find the creator signing off. Like, subscribe en share. Vooral voor het einde van het jaar, waar mijn doel is om naar de 2000 abonnees te gaan. Het is een doel wat ik heb uitgestipt en ik hoop het voor het eind van het jaar toch echt te halen op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot later en stay safe.